Het is lente, de laatste weken van school breken aan. De zon begint te schijnen, de lucht is blauw, bier en wijn, kom maar gauw. Maar er staan ook belangrijke tentamens en cruciale herkansingen om de hoek. Dus je zit binnen opgesleept met je leerboeken, terwijl je eigenlijk buiten van de zon had kunnen genieten. Ken je dit probleem? Dan ga ik jou helpen. Hier zijn 3 helpende handjes die jou kunnen helpen om dit goed te kunnen combineren. Helpende hand 1. Sta 's ochtends vroeg op. Zo kun je in de ochtend je schoolwerk doen en kun je 's middags je boeken aan de kant schuiven en lekker naar buiten gaan. Helpende hand 2. Gun jezelf wat vaker pauze. Heb je 3 kwartier achter elkaar hard doorgewerkt? Ga lekker even een kwartiertje in de zon zitten met een heerlijk verkoelend drankje. En ga dan weer 3 kwartier aan het werk. Zo zul je productiever zijn in de tijd dat je leert, omdat je weet dat je snel weer pauze hebt. Als je het toch echt te zwaar vindt om met mooi weer binnen te zitten, is het volgende helpende handje dé oplossing. Helpende hand 3. Ga buiten leren. Pak je boeken, een kleedje en wat drinken en zoek een rustig plekje. Je zou hier zelfs met een vriend of vriendin kunnen afspreken om samen de moeilijke stof door te nemen in dit heerlijke weer. Met deze 3 helpende handjes weet ik zeker dat jij het schooljaar tot een perfect einde zal gaan brengen. Succes nog en ik ga nog even gauw van de zon genieten. Klik hier voor hulp bij je studiekeuze en klik hier voor meer video's van mijn Navia YouTube collega's. Klik dan hier om te abonneren en dan hoop ik je volgende week weer te zien. Doei!